Geert, alles wat ik verwacht had, maar geen goud. Nou, ja, je hoopt het vooral, hè. Dus ik denk wel dat iedereen de kwaliteiten heeft om dit te doen. Alleen, ja, het had ook net zo goed mis kunnen gaan natuurlijk. Maar dit is wat ze kan. Op het juiste moment toeslaan. Ja, ik bedoel, zij... Ze heeft die kwaliteit, heeft ze, dat weet je. Maar heel vaak lukt het gewoon niet. Omdat ze of te gretig is of dat ze net niet goed in de slag komt. Iets te veel vooroverhangt in haar techniek. Nou, heel veel redenen dat het dan net niet lukt. En dan is het dit moment en met deze spanning. En dan valt het eigenlijk allemaal op zijn plek. Het was een waanzinnige slotronde. 31-5. Ja, dit was wat wij noemen een rechte lijn. Dus het verschil tussen de eerste en tweede ronde was precies even groot als tussen de... De tweede en derde ronde. En ja, dat is een echte vlakke race. Dus met 1.2. En ja, dat kon verder niemand vandaag. Ja, alleen Sablikova, maar die was dan in het begin al te ver achterop geraakt. Wat dacht je toen je haar tijd zag op het scorebord? We hebben hem in de pocket? Nee, dat dacht ik niet. Maar het was wel zo dat de tijden van vorig jaar op de WK... die waren over het algemeen in ieder geval goed genoeg voor een medaille. Nou, en daar dook zij eigenlijk nog wel een behoorlijk stukje onder. En was ik erg bang voor dat hij het kon halen. En die begon ook, ik denk, iets te snel. Want die hield het niet vol. En die zestiende die ze voorlag, die verspeelde ze totaal. En daar kwam Nesbitt nog. Dat was dan nog misschien nog gevaarlijk. Maar ik had wel het idee dat hij dat niet zou halen. Ze bleef diep zitten, wat ze normaal niet doet. Hebben jullie daarop getraind de afgelopen dagen? We trainen we altijd op, Harm. Het is niet dat we van de week iets heel anders gedaan hebben. Ik probeer haar techniek altijd te vervolmaken. En heel vaak, en we hebben dat ook al zo vaak herhaald, dat in trainingen gaat het goed. En soms snapten we inderdaad niet dat de races niet zo goed waren dat we in training zagen. En het werd misschien wel zelfs een beetje een vervelend verhaal. Wij steeds maar zeggen van, ja, maar in training zien we dit en dat. En wat jij nu zegt over diep zitten, dat kan ze gewoon. Maar heel vaak, doordat ze in de races te graag wil, te gretig is, of wat voor reden dan ook, dan komt dat er lang niet altijd uit. Maar we hebben hem in de pocket, Geert. Ja, nee, dit is echt fantastisch. Ik bedoel, 1000, 3000, het zit er tussenin. Het was een beetje zeggen van, nou, misschien is dit precies de ideale aanloop. En om hem dan binnen te halen is echt geweldig. Bedankt.